zich zijn dat twee dingen die wel losstaan van elkaar, maar die hangen toch heel erg samen. Ik denk dat als we kijken naar waar we het uiteindelijk doen, ja, dat is kwaliteitsvolle zorg bieden. Hè. Waarde gaan creëren voor de mensen waarvoor je zorgt. Hè. Waarde kan dan verschillende invulling krijgen afhankelijk van de situatie. Maar om dat te doen is het essentieel dat wij als arts zelf goed in ons vel zitten. Als we zelf niet goed in ons vel zitten, dat we ook niet goed voor onze patiënten kunnen zorgen en dus niet die zorg en die kwaliteit van zorg, die kwaliteitsvolle zorg bieden die we eigenlijk zouden moeten bieden. Ik denk dat dat niet met één eenvoudige maatregel op te lossen is, die balans natuurlijk. Hè. Zo kun je zeggen, dat zijn een hoop randvoorwaarden. Hè. Artsen die in structuren werken, zoals ziekenhuizen, kunnen dat dingen, kleine, eenvoudige dingen zijn, zoals crèches, openingsuren. Als ik kijk naar mijn eigen rol, zou dat toch wel kunnen zijn dat er wat een omslag moet komen in de vergadercultuur en de bijscholingscultuur. Het is zo dat toch nog altijd gezien wordt dat iets dat je daarbovenop doet, wat voor een vader van 3 kleine kinderen niet echt evident is. Er is niks zo erg als een bijna volledig opgebrande zorgverlener. We weten dat hij meer fouten maakt, die is ongelukkig in zijn vel. En dat zijn de dingen die we toch met z'n allen absoluut moeten werk van maken.